Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we van alles bespreken in de wereld van ringsport. En of het nou kickboksen, boksen of MMA's, het maakt niet uit. We bespreken het hier aan tafel. We hebben vandaag weer gasten. Melvin Manhoef aan mijn ene kant. En aan de andere kant hebben we Appie Mouya, een van de kandidaten. Die gaat vechten op 28 mei. Je mag het opnemen tegen Mark Trijsburg. Yes. Welkom, allereerst. Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, nou, we zijn ook heel blij dat je er bent. Ja. Om even met de deur in huis te vallen. Je hebt 4 jaar niet in de ring gestaan. Ja, klopt. Dat is lang, man. Ja, dat is lang. Hoe komt dat? Door omstandigheden eigenlijk. Gewoon privé dingen. Werk. Ik ging trouwen. Dat soort dingen kreeg prioriteit. Nu heb ik dat allemaal heel goed op orde. En heb ik tijd weer om te trainen, heb ik kunnen trainen, goed kunnen trainen en ook weer kunnen vechten. Ja. En wat voor werk doe je in dagelijks leven? Ik ben personal trainer, man. Trainer? Bij Olympic Gym in het Olympisch Stadion. En daar ben ik een paar jaar geleden begonnen en daar ben ik nu uitgegroeid tot een hele goede trainer zelf. En getrouwd ook. Dus het huis, het boompje, beestje, verhaaltje, weet je wel. Dat is helemaal. Dat kreeg een beetje prioriteit, snap je? En ik ben nog jong, ik ben 27 en ik had het gewoon met mijn team erover waarom we kunnen gewoon lekker beginnen met trainen en we zien wel wat er gebeurt. En het is ook gewoon passie, ik hou heel veel van de sport en daarom dacht ik, kom wel weer terug. Ja, maar vanuit deze basis, dat je dus zeg maar vanuit huis getrouwd, weet je, alles op orde. Dan is het wel fijn om natuurlijk de sport te kunnen beoefenen, snap je? Precies. Want dan is alles gewoon, voor je hoofd is allemaal gewoon goed geregeld. Dan kan er niks meer fout gaan. Nee. Heb je ook kinderen? Nee, ik heb nog geen kinderen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een andere mindset is. Ja. Zeg maar, op het moment dat je weer gaat trainen. Maar nu ben je natuurlijk een getrouwd man. Je voelt je natuurlijk ook verantwoordelijk voor je thuissituatie. Ja. Maar het is ook belangrijk dat mensen misschien ook wel weer zien hoe goed je in de ring natuurlijk bent. Ja, precies. Ja. En hij heeft 4 jaar geleden natuurlijk was er een viermans toernooi. Ja. Waar Jay Overmeer, en dat is ook volgens mij jouw laatste wedstrijd, ja, hè, tegen klopt. Jay Overmeer. Klopt, dat was ook bij WFL, En toen is Jay de kampioen geworden, dus daar. Hoe ben je erbij gekomen om Appie dan zeg maar bij de competition te betrekken als deelnemer? Ja, sowieso. We hadden natuurlijk een zoekronde gedaan. En punt 2, ik had natuurlijk contact met Abdel. Ja. En toen heb ik hem gewoon gevraagd. Want het is een jongen die gewoon eigenlijk zeg maar heel erg talentvol is. Echt een van de grootste talenten was het, denk ik, samen met Cedric Manhoef ook op die divisie toen de tijd. Hij heeft toen nog zelfs tegen Cedric gevochten. Mm-hmm. En toen stonden we echt dik achter op punten. Uiteindelijk won Cedric nog op het laatste moment dat hij een foutje maakte. Maar in principe, daar zag ik al van, ja, dit is een talent. Die is allround. Die kan boksen, knieën, trappen, in principe alles. Ja, dat zijn mooie woorden, lovende woorden van iemand als Melvin over jou. Wat vind je ervan? Ja, het is een eer natuurlijk als Melvin dat vertelt. Ik bedoel, Melvin kan je ook in het rijtje scharen met de legendes van het kickboksen en het MMA. En als hij dat zegt, ja. Dat doet wel wat, toch? Ja. Ja. En nu ben je deelnemer van onder andere de competition, hè? Waarin we de WFL-streams constant hebben. Jij gaat ook je weg opvechten naar die nummer 1-positie. Ja. Heb je daar al überhaupt over nagedacht? Ik bedoel, na 4 jaar niet in de ring staan, is het toch best wel even weer voor jou misschien even omschakelen? Het is wel wennen, moet ik heel eerlijk toegeven. Om er weer in te komen. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik bekijk het gewoon van partij naar partij. Ik zie nu deze partij, ik vecht tegen Mark. Ik heb hem een beetje bestudeerd, een beetje gekeken wat hij kan. Dan weet ik wat ik kan. En ik denk wel, wat ik denk dat die jongens in deze competitie gewoon lekker zijn om er weer mee in te komen. Ja? Ja. Zeg je nu dat het een soort opwarmertje is voor je? Nee, geen opwarmertje, maar wel lekker om er weer in te komen. Zodat je goed tegen goede jongens je weet van, hey jongens, kan ik hier doorheen komen? Ja, precies. Ja, het is ook een test voor jezelf natuurlijk. Ja. Maar wie in de competitie heb jij dan voor jezelf dat je zegt van, dat zijn echt zware tegenstanders? Kijk, ik heb nog wel een appeltje te schillen met Jay. Niemand weet dat natuurlijk. Je wilt ook niet vertellen wat er is gebeurd toen de tijd. Maar er was wel wat dat je tegen hem vocht natuurlijk, toch? Ja, er was wel wat, maar goed,
het is wat het is, weet je. Wat toen was, was toen. En het zit nog wel steeds in mijn achterhoofd. Maar ja. Vertel even, want ik ben even abuis. Leg mij even uit als je zou willen. Ja, nou ja, niet iets heel spectaculairs of zo. Maar toen ik tegen Jay vocht 4 jaar geleden, toen liep ik een hernia op tijdens de training. Aan het begin van die training liep ik een hernia op en ik heb gewoon niet afgezegd en gewoon doorgetraind. Oh, wauw. Tot aan de partij en ook met pijn in die partij gevochten. En voor, zelfs met pijn ging die partij eigenlijk nog prima. Ja. Maar niet zoals het had moeten zijn eigenlijk. En, ja, dat is je hebt bewust gekozen om dat niet te zeggen, om het niet als een soort excuus te laten overkomen. Ja, maar ook omdat ik het niet nodig vind om het te vertellen. Gewoon, ik maak die keuze dan om wel te vechten. En dan is het niet noodzakelijk om te zeggen als je verliest ik heb met een blessure gevochten of zo, weet je. Het is een keuze die je vooraf maakt, vind ik. Nee, maar dat is ook goed, want zo haal je ook niet de shine van Jay. Ja. Dat is gewoon heel absoluut. Belangrijk. Ja, precies. En hij haalt ook niet je haalt ook niet jezelf naar beneden, vind ik dan. Nee. Maar, dus dat wil zeggen, natuurlijk heb je een appeltjeschil, dus met 100%, dan denk je dat het een hele mooie poort gaat worden. Hoeveel procent van je kracht had je daar dan zeg maar niet, om het zo maar te zeggen? Ik denk dat ik misschien op 40% vocht of zo. Echt? Ja. Oké, dat is wel heel veel verschil natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik op 40% vocht of zo. Dat is ook een mooie. Kijk, reageert en zegt, het wordt vuurwerk. Ja, nee, ik ga niet zeggen dat het vuurwerk wordt. Ik denk gewoon bij mezelf van, oké. Tussen de twee atleten, hè? Tussen alle twee. Ja, nee, klopt. Maar het feit is, kijk, je krijgt nu dat hij dus 4 jaar geleden, hij gaat de eerste wedstrijd weer draaien nu. Ja. Tuurlijk heeft hij wat ringroest, dat gaat sowieso wel een beetje komen. Maar ja, ik denk dat hij mentaal zo sterk is en dat wel wegvalt. Ja. En technisch ook. Zijn technische vaardigheden zijn natuurlijk ook erg hoog. Dus dan valt de ringroest ook wel mee. En daarna heeft hij nog een partij tegen, ik weet niet wie dat zal zijn. Volgens mij zag ik Mitch, maar dat durf je nog niet te zeggen. Ja. En dan kan er waarschijnlijk al een Jay of een Kwasi of een andere jongens die dan aan de top staan. Maar dan heeft hij al wat de wedstrijd ritme en dan en heeft hij ook 100% alles bij zich. Ja. Dan, wat is jouw gevoel? Kijk, ik wil Jay natuurlijk niet tekort doen. Hij is een super lieve jongen en een hele goede vechter ook. Ja, is hij ook. En Chico ook en die andere jongens ook. Alleen... Je vindt jezelf gewoon beter? Nou, ik wil niet zo over mezelf praten, maar... Nou, toevallig... Jou? Nee, nou, toevallig had ik het er net met Mark ook over, snap je? Ja. En je mag wel zelfvertrouwen hebben over jezelf, snap je? En jij weet je kunnen. Ik denk dat heb ik vorige keer ook al gezegd, dat is wat er mis. Als jij je kunnen gewoon kan vertellen van, hey, luister, ik ben... Technisch ben ik vaardiger dan de jongens, dus ik zie op papieren dat ik beter ben. Dat mag je gerust zeggen. Dat is niet dat ik... Is dat zo? Vind jij jezelf eigenlijk de nummer 1 van het klassement als je zo kijkt naar je tegenstanders? Ja, ik wil geen antwoord geven op die vraag, maar... Oké. Maar je denkt het wel. Die jongens, kijk, er zitten 3 hele goede jongens in. Of 2 of 3 goede jongens, die steken wel boven de rest uit. Ja. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. En, maar dat zeg ik, maar voor mij is dat echt... En wie zijn dat? Kijk, en ik vind ook... Melvin zegt, je bent talentvol, je hebt talent en je bent allround, je kan alles. En het is wel... Ik heb 4 jaar niet gevochten en die andere jongens die zijn nog wel doorgegaan. Maar het is ook belangrijk om het te laten zien, weet je wel. En ik heb 4 jaar niet gevochten, wat echt... een lange periode is als je er zo over nadenkt. En ik denk dat het voor mezelf vooral belangrijk is als ik het weer laat zien. Weet je? In plaats dat andere mensen zeggen van, ja, die appie die is wel echt goed. Ja, je wil het zelf ook voelen. Ja, je wil het zelf ook voelen. Op het juiste moment Ik wil het ook weer even laten zien. Is het een beetje druk? Krijg je een soort druk op je? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, de druk van die ik vroeger ervaarde, dat is nu al veel minder, weet je. Ik bedoel... Jij bent ook ouder. Ik ben ook ouder. Ja. Ik heb misschien ook wat meer ervaring dan die jongens. En ik heb echt veel partijen gevochten. Ik heb misschien wel 80 partijen gevochten. Dus qua zenuwen en zo valt het nu ook allemaal mee. Maar ja, vooral dat laten zien, dat moet nu... Dat op het juiste moment dat blokkeer je, hoe bedoel je? Maar je laat het toch altijd zien? Want ik heb partijen van jou gezien dat je altijd laat zien dat je...
dat je solid bent en dat je gewoon echt op alles anticipeert. Weet je, ik zie gewoon, weet je, wegdraaien met de trap, je doet alles. Ja. Dus ja, voor mij laat je het meestal wel zien altijd. Dus wat is dan waar je dan niet tevreden over bent? Misschien die stempeldruk of zo, weet je. Ja, ah, oké. Dat is toch? Ja, dat je echt, oké, begrijp wat je bedoelt. Maar als ik kijk naar de jongens van vroeger en zo, die nou ja, ik wil niet zeggen doorgebroken, want het zijn er maar heel weinig. Ja. Dus het zijn ook echt op één hand te tellen, maar ja, misschien toch wel je stempel drukken. Maar dat kan dat nu. Dat is het meer. Ja, dat kan nu. Dat kan nu. Kijk, en ik moet je gewoon eerlijk zeggen, en ja, ik ben nog wel erg benieuwd naar welke drie jongens jij ziet als jouw, zeg maar, rivalen. Kun je die opnoemen? De drie jongens waarvan je denkt van, nou, daar moet ik nog wel even een... Nee, is goed zo, man. Oh, oké. Okay. Ja, hij wil toch. Hij weet je waarom? Het is ook is niet leuk tegenover die andere jongens, toch? Ja, oké. Okay, maar het feit is dit. Als ik naar voetbal kijk, zeg ik gewoon Ajax, PSV, Feyenoord, snap je? Ja. Dat zijn die jongens op Vitesse. En je kan erover praten zonder dat je iemand beledigt, hè? Dat is in teamverband, weet je. Ja. Als je een hele goede speler hebt bij Vitesse die boven de rest uitsteekt, gaat hij volgend seizoen misschien wel naar Ajax. Ja. Dat bedoel ik, maar ja, als je alleen vecht, vecht je alleen maar. En als jij in dit team, wat jij nu werkt, in deze competitie heel goed doet, dan ga je volgende keer wel misschien naar een andere grote divisie. We zullen het zien, man. Ja, oké. Okay. Je wil het niet zeggen. Hij wil niet zeggen. Nee, maar het is alleen mooi. Dat siert hem ook, toch? Ik denk dat hij eerst wil afwachten hoe je lekker... Hè, de 28e... Ja, hij is dan, ja, precies. Ja. Maar we zijn blij dat je erbij bent. Ja, top, man. Tot slot, Melvin. Als mensen de stream willen volgen, waar kunnen ze dat dan volgen? Boxinginfluencers.com. Oké, okay, dus daar kan je stream halen en dan weet je zeker dat je het actie niet hoeft te missen. Nee, dan weet je het zeker. Ook voor de WFL-mensen, ook op boxinginfluencers.com. Appie, dankjewel voor je komst. Dankjewel, fijn dat ik hier mocht zijn. Melvin, jij ook bedankt weer voor je bijdrage. Dit was weer een nieuwe aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag en tot de volgende keer. Hoi. Aanstaande vrijdag 28 mei. Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen. Zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle. Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig. Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.